Als je verlies maakt met je onderneming, dan kun je dat verrekenen met eerdere jaren of met toekomstige jaren. Dus stel dat je vanuit je winst uit onderneming dus een verlies uit onderneming hebt, dan ga je dat allereerst verrekenen met de 3 voorafgaande jaren. En dan, als er nog steeds een verlies over is, mag je dat ook nog verrekenen met de 9 komende jaren. Heb je nu een verlies in box 1, dus uit je inkomen uit werk en woning, waar dus je inkomen uit je onderneming in zit, dan mag je dat niet verrekenen met bijvoorbeeld positieve resultaten uit box 2 of uit box 3. Je moet dat echt in box 1 blijven verrekenen. Ook kan het zo zijn dat je dan dus zelfstandige aftrek niet volledig kunt claimen. En die niet gerealiseerde zelfstandige aftrek, die mag je in de komende jaren dan alsnog gebruiken. Heb je nu een verlies gemaakt, dan krijg je daar ook bericht over vanuit de Belastingdienst, waarin ze zeggen hoeveel verlies dat is en hoeveel je dus nog te verrekenen hebt. Dat heet een zogenaamde beschikking.